zo, we zijn onderweg naar de Hofner. We zijn lekker aan de haven. We gaan gezellig wat eten en een drankje drinken bij ons neefje. Wel zin in, hè, mam? Roos. Gisteren zei hij dat vandaag en morgen. Ja, maar hij zou nog lang daar komen. Lekker? Ja, lekker wel. Zo, ik ben weer lekker thuis. Ik ga me even dus super snel klaarmaken, douchen en opmaken, want ik heb een verjaardag van mijn allerbeste vriendin. Dit is wat ik aan heb vandaag. Sorry, maar mijn spiegel is een beetje vies, want de vogel is er op gaan zitten. Ik heb mijn haar gewoon gesteld. Ik heb een truitje aan van Kenzo. Broekje is van de Zara. Schoenen zijn van Adidas Superstore. Ready to go. Wij zijn aan het fietsen. Heb ik mijn telefoon eigenlijk wel bij me? Wij zijn aan het fietsen naar Thalia. Oh, het is groter. En hier, Romar, wat ga je doen? Ik ga nog een heel recht door. Nee! Nou jongens, als ik straks te veel gedronken heb, dan kan ik echt niet meer fietsen. Wil je een beetje naar rechts? Dus ik ook nog bij je mag misschien. Zus. Nou, we zijn er bijna. Tot strakjes. Doei. We zijn op de party en Romara is al helemaal de weg kwijt. Nadine en één die zijn alleen maar aan het eten. Zo. Wie brengt mijn fiets dan? Jongens, hoe komen we naar huis? Hallo?
Jullie zijn nog gentlemen's? Hallo, vergeet niet te abonneren. We gaan zelf weer naar huis, ja? Gentlemen! Ja. Nou. Hey, willen jullie even abonneren op mijn kanaal? Jurel Martini. Ga ik zomaar hem? Om het te abonneren. Ja, abonneren! Anthony! Duimpje omhoog. Ja, jongen, ik ga kijken of ik nog kan fietsen. Dit is voor het eerst dat ik fiets zelf een drank op heb. Ik heb dat nog nooit gedaan. Ik heb dit nog nooit gedaan, hè? Oh shit, help. Jongens, die camera ligt dadelijk op de grond er. Ja? Wat zegt hij? Ja? Duimpje omhoog. Niet abonneren. Duimpje. Jurel Martini. Jurel Martini. Jurel Martini. We moeten helemaal naar Scheveningen toe fietsen. Jongens, dat kan niet, dat ben ik niet gewend. Ik heb nog. Ik fiets zonder jou. Dit is echt in 4 jaar dat ik heb gefietst, hè? Dit is echt. Oh, er rijdt een auto achter ons. Oh jee. Ja. Jongens, ik ben blij dat ik eindelijk op die fiets kan zitten. En er rijdt hier nog een fucking auto achter ons. We gaan nog op stap, denk ik toch? Zo. Nou, we gaan in ieder geval even fietsen. Ik zie jullie zo weer. Hey, mazzel. Hey, even normaal. Doei. Doei. Stop. Ik ben mijn camera, ik ben mijn tas vergeten. Dus ik moet weer even helemaal terug. Komt goed. Ja, denk je? Shit. Ja? Nee. Oké, okay. Hij ligt gewoon op mijn fiets dus. Meen je dat? Kom maar, meen je dit? Geef me een break. Oké, hij ligt uiteindelijk gewoon op Romara de fiets. Dus we zijn helemaal voor niks opnieuw teruggereden. Oh, hij ligt op de grond. Jongens, kijk. Nou, je ziet het niet, maar hij ligt dus op de grond. Goedemorgen. Ik heb een heel leuk avondje gehad gisteravond. Ik zit nu even in de auto met mijn moeder. Maar ik ben gevallen op mijn gezicht. En van mijn fiets afgevallen. Ik had iets te veel gedronken, denk ik. Alhoewel ik zelf vond dat het wel meeviel. Maar ja, ik denk het uiteindelijk niet, want ja, anders val je niet, toch? Maar ja, weet je, als ik op stap ga, maak ik altijd wel wat mee. Ja, en dit keer was het gewoon weer dat ik een flinke schaafwond in mijn gezicht heb. Maar ja, weer een leuke herinnering voor later, toch? Gewoon, ik viel gewoon weer op mijn gezicht, hè. Bam. Ik fiets nooit. Ik heb 4 jaar lang heb ik gewoon niet gefietst. En ik denk, ik pak een keer de fiets omdat ik op stap wilde. En ja, ik kan natuurlijk niet aan mijn moeder vragen of ze even 3 keer op en neer wil rijden om mij te brengen s'nachts. Dus ik dacht van ja, ik pak gewoon de fiets. Dus ik dacht, ik pak gewoon de fiets. En ja, mocht niet baten, ja. Ik wist ook gewoon eigenlijk wel van tevoren dat het niet goed kon gaan. Ik die nooit fiets. En dan, ik dacht toch van ja, als ik nou terugweg naar huis ga, dat gaat gewoon niet goed. En het ging ook niet goed. Ik had het niet moeten doen, maar ja. Mooie plek in mijn gezicht. Ik hoop dat het weggaat, dat het geen litteken wordt. En zowel, ja. Helaas. Ik kom even inzoomen. Lekker plekje, hè? Ja. Top. Ik was vannacht mijn camera ook kwijt. Maar ja, niet kwijt. Ik kon hem aan een vriendin geven, zodat hij niet kapot zou gaan en zo. Dus ik kon ook niet filmen. Het laatste stukje wat ik gefilmd had, is dat we onderweg naar huis gingen, volgens mij. Gelukkig had ik mijn camera niet in mijn hand, want anders had het nu kapot geweest. Als ik gefilmd had, hadden jullie wel echt spectaculaire beelden gehad er. Alleen, ja, ik ben uiteindelijk wel blij dat ik niet heb gefilmd. Want als mijn camera gevallen was, dan had ik gewoon echt een probleem gehad. Want dat ding is echt wel prijzig. En dan had ik gewoon in stukken gelegen na 3 dagen. En dan had ik gewoon 3 dagen een nieuwe camera gehad. En
En dan was het eerste weekend dat ik weg had gegaan, had het gewoon al over geweest, ja. Nee, maar voortaan denk ik ook niet meer. Stel dat het wel mis was gegaan, dan was mijn vader niet zo blij. En je moeder ook niet. Ja, mijn moeder ook niet. Maar ja, weet je, het is allemaal weer goed afgelopen. Ik leef nog steeds. Dus ja, ik ga maar weer even dit cameraatje uitzetten. Bedankt voor het kijken naar deze vlog. Doe een duimpje omhoog en abonneer je op mijn kanaal. En ja, dit was ook gelijk de vlog voor vandaag. Want ik ga gewoon de hele dag in mijn bed liggen. Daar is een zondag voor en vooral een zondag als deze. Dus ik ga lekker eventjes als ik thuis ben voetbal kijken met mijn vader. En dan ga ik lekker slapen. Dus nogmaals bedankt voor het kijken. Doe een duimpje omhoog. Abonneer je op mijn kanaal. En dan zie ik jullie de volgende keer weer.